Ja, welkom bij het 1-2'tje met Yves. En dit keer ga ik een 1-2'tje doen met Johnny Heitinga. Fantastische verdediger, 87-voudig international voor het Nederlands elftal. Ajax ziet in hart en nieren. Ook internationale speler. Hij heeft Atletico Madrid gespeeld, Everton, Fulham, Hertha BC. Weer teruggekeerd op het oude nest Ajax. En tegenwoordig is hij jeugdtrainer. Met hem hebben wij een heel mooi magazine ontwikkeld. Het gaat Masters heten, voorheen Luxury. Hij is onze gasthoofdredacteur. Ja, ik heb de fotografie gezien. Het is uniek hoe hij daarin naar voren komt. Hannibal-achtig, maar ook de verdediger Heitinga. En ik wil nog een voorproefje met hem hebben. Ik wil een beetje weten hoe hij het hele proces heeft ervaren in tijden van corona. Maar ja, hoe ging het dan op dat WK in 2010? Wat ging er fout op het EK in 2012? Waarom lukt het niet bij Ajax bij zijn terugkeer? Hoe beleefde hij zijn debuut? Wat voor speler was hij, maar wat voor trainer is hij? Wie is eigenlijk John Heitinga? Ik ga hem bellen. Met Yves. Goedemorgen. Hey Yves. Goedemorgen. Hey. Zit je buiten, binnen? Nee, ik zit binnen. Ik ga nu even naar mijn kantoor. Oh, heb je kantoor ook thuis? Ja, is het gras groen? Nee, toch? Nee. Maar wat doe je dan meestal in je kantoor? Los van voetbal doe ik nog wel andere dingetjes, wat projectjes. Af en toe een beetje relaxed terugtrekken. Ja, ja, ja. Precies. Zeker als je richting een aankomende tegenstander. Ja. Gewoon als mensen ontvangen, dat je gewoon een rustige ruimte hebt. Ja, heel goed. Nou, je weet waarom ik je bel, want jij bent onze gasthoofdredacteur van het nieuwe magazine Masters, voorheen Luxury. Dat gaan we volgende week lanceren. Ja, het is een prachtig nummer geworden. Unieke fotografie, denk ik. Mooie verhalen. Een Heitinga die, denk ik, heel veel mensen nog niet kennen. Maar we hadden ook nog even corona, hè? Hoe is dat allemaal gegaan? Want Bart-Jan, onze hoofdredacteur, die heeft met jou dit nummer gemaakt. Wat was er anders door corona? Nou, anders. Ik denk dat voor ons allen, dus niet zozeer alleen voor het nummer, maar voor alle mensen, is natuurlijk alles werd overhoop gegooid. Een verwarrende periode. Maar natuurlijk, voor dit nummer hadden we mooi schema gemaakt met ook reizen richting Liverpool met mijn oude club op bezoek. Perfect, we zouden naar België gaan, we zouden bij Sergio gaan eten, we zouden met de Defender op pad gaan, we zouden met een vorige trainer, Roberto Martinez, waarschijnlijk nog in gesprek gaan over het vak. Mm. Dus we hebben, ik moet zeggen dat Bart-Jan heel creatief is geweest met de oplossingen voor. Op een andere manier een prachtig blad te gaan vullen. Hmm. Hey, want ook zeg maar gewoon het bellen, hè, dat is allemaal ook via de telefoon gegaan. Hoe vind je dat anders? Gewoon dat net zoals ik dit nu eigenlijk doe. Ik bel jou gewoon op je telefoon. Geeft jou dat een ander gevoel om op die manier geïnterviewd te worden als face-to-face? Nou, het was vooral heel veel onderweg. Dus ik heb heel veel met Bart-Jan aan de telefoon gezeten. Soms 10 minuten, soms een half uur, soms een uur. Ja. Waar je normaal gesproken doe je zo'n interview in één keer. Ja. En dan zit je, en het is misschien als je samen zit, is het wel persoonlijker. Dat je elkaar aan kan kijken. Ik moet zeggen dat ik heb eigenlijk nog nooit zo'n groot interview gegeven. Op deze manier, zeg maar. Want we gingen echt van periode tot periode. En dan streepten we die eigenlijk door. Hadden we die afgevinkt. En dan gingen we weer de volgende dag of een paar dagen later gingen we weer verder. Dus op deze manier, ik moet zeggen, het was wel heel, heel speciaal. Ja. Want ik wil even beginnen met de fotografie. Hè. Dan kunnen mensen natuurlijk die hier naar luisteren, die denken, waar hebben ze het over? Maar dat is echt wel uniek hoe jij bent geportretteerd. Want het heeft Rahir Refsani met jou gedaan. Zonder visagie las ik ook. Je kan het hebben, Johnny. Ja. Maar je hebt je op een best wel opvallende manier laten portretteren. We gaan het nog niet helemaal verklappen, maar hoe ging dat precies? Nou, ik wist ook niet wat mij te wachten stond. Ik weet dat
Dat Rahi een geweldige fotograaf is. Ook van mensen gehoord die ook door hem gefotografeerd zijn. Ja. Dus ik kwam eraan en in zijn studio. En ja, eigenlijk gewoon letterlijk bij hem thuis. En hij had eigenlijk al wat sets klaar liggen en had al een aantal dingen in gedachten. En hij had zelfs een aantal ballen gekocht en die heeft hij eigenlijk overgeverfd. Dus hij had een heel plan in gedachten hoe hij mij weg wilde zetten. En ik heb één keer eerder een fotoshoot gehad toen met Erwin Olaf. Ja. Ook een geweldige fotograaf. Ja, ja, en zeker. ja, met Rahi had ik datzelfde. Hij wilde echt een story vertellen. En ja, op het moment dat je eenmaal voor de camera staat, zeg maar, dan ga je hem ook echt wel geloven. Ik moet zeggen dat, dat de plaatjes die hij geschoten heeft, dat is. Dat heb ik nooit eerder gedaan, maar er zit wel echt wel emotie in. Er zit, als je het eigenlijk ziet, het eerste foto tot de laatste foto, dan zie je wel een verhaal erin. En dat vind ik wel heel sterk. Ja, ik vind het ongelooflijk, omdat hij ook niet echt een voetbalman is. Maar ik vind ook dat in die beelden, hè, zeg maar, de hele voetballer Heitinga eigenlijk tot zijn recht komt. En dat vond ik zo knap, omdat hij jou volgens mij niet echt als voetballer kent. Nou ja, van Hannibal, zeg maar, tot de aardige Heitinga, tot echt de vurige Heitinga. Het komt allemaal terug in het beeld, dus ik denk dat het gaat opvallen. Hey, even wat je net zei, hè? Bart-Jan heeft inderdaad een hele mooie chronologie bedacht. Dus ik ga er een beetje doorheen wandelen als een soort eerste stap. Want wat voor niet te veel prijs geven. Nee. Nou ja, hoe heet die Wesley Sneijder? Die had ook eens een halve boek al op straat gegooid. Huh? Ja. Nee, ik ga niet te veel prijs geven. We gaan de achtste worden gelanceerd. Ja, precies. Hey, maar even jouw gezin. Dat vind ik altijd mooi. De basis, het fundament ook van je ontwikkeling. Wat voor gezin kom jij precies? Nou, wel een warm gezin, maar wel een gezin dat met heel veel ups en downs. En met name ook wel rondom mijn puberteit, zeg maar. Ja. Zijn mijn ouders gescheiden. Ja, dat heeft zeker wel een rol gespeeld. En ja, dat lees je ook wel een stukje terug in het stuk. Maar ik moet zeggen dat mijn vader is geboren in Indonesië. Dus ik ben ook echt wel opgegroeid met name het eten. Maar ook wel een stukje cultuur daarvan. Maar wat voor impact had dat op jou, gewoon op jouw leven? Toen was je 13, dat lijkt me best wel heftig. Als je ouders op je 13e scheiden. Ik had het laatst nog hier, want mijn moeder was hier en mijn zus was hier bij mij thuis. Dan hadden we nog even over die situatie toen. Mm. Ik had voetbal echt als een uitlaatklep, zeg maar. En mijn zus die heeft dat wel nog bewuster meegemaakt dan ik. Hè. Die is 2 jaar ouder. Maar dat heeft, dat heeft zeker wel een impact gehad. En dat is ook wel iets, op het moment dat ik ging trouwen, dat zijn allemaal wat dingen die je meeneemt. Nee, maar als je een jongetje van 13 bent en dan je ouders scheiden, komen er dan ook tranen vaak in je op als je dan zeg maar naar de training rijdt of de training weer teruggaat? Nee, ik ben wat dat betreft ben ik wel een binnenvetter, zeg maar. Ja, ja. Emoties laat ik niet snel zien. Hmm. Ik heb het op mijn manier echt wel verwerkt door middel van het voetbal. Wat ik wel het idee had dat ik profvoetballer zou kunnen worden, heb ik echt gewoon echt alles op het voetbal gegooid. En natuurlijk, hè, als je een verjaardagsfeestje hebt of een familiefeestje, of ja, dan voel je het wel. Zeker de manier hoe ze uit elkaar zijn gegaan. Die zijn eigenlijk pas rondom mijn bruiloft hebben ze pas weer met elkaar weer gesproken, zeg maar. Dus dat is een hele lange tijd geweest dat ze niet met elkaar aan de tafel konden zitten. En ik moet zeggen dat, dat de tijd dan ook wel hield. En nu kunnen we in ieder geval weer gewoon de verjaardagen en de feestjes vieren. En ze kunnen gewoon beide aanwezig zijn. Dus dat is wel iets moois wat in de loop der jaren is ontstaan. Ze zijn allebei gelukkig. En dat is voor mij, het allerbelangrijkste. Wat komen zij volgende week allebei ook naar de lancering? Nee, ik heb wel een select groepje.
Ja. Nee, zij zijn er beide niet bij. Okay. Ik heb bewust gekozen voor, ja, voor wat variatie erin, zeg maar. Voor ja, van mensen vanuit het bedrijfsleven, mensen vanuit, zeg maar, vrienden. En, kijk, echt het verhaal, ja, en het blad, ja, dat is iets, ja, iets moois, denk ik. Want je, sommigen schrijven een biografie of vertellen het op een andere manier. En ik denk dat, dat ik een prachtig artikel heb met, ja, met daarin, zeg maar, ja, mijn, mijn verhaal, zeg maar. Want even terug naar die jeugd van jou. Hè? Dus op een gegeven moment, je bent een jongen uit Alphen aan de Rijn. En je gaat, ja, je komt terecht bij Ajax. Je zat in een lichting, volgens mij met Sneijder, maar ook met Quincy Promes. Wanneer ontstaat dan het gevoel van, hey, deze jongen die zou wel eens ver kunnen komen? Nou, dat is pas later. Quincy heeft nooit bij ons gezeten, oh, althans niet in mijn lichting. Ik was oh, echt okay. Samen met Wesley en Rafael zat een, van de Vaart zat een lichting hoger. Okay. Maar Wes en ik waren ja, 7 toen we bij Ajax binnenkwamen. Op dat moment heb je dat besef nog niet. Dan is het vooral een droom. Ja. En ja, eigenlijk ja, rondom, ja, denk ik, 15, 16. Hè, want dan was ook de leeftijd dat we ja, een contract voorstel kregen vanuit de club. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment wordt het echt wel echt. Omdat je dan ja, dicht richting betaald voetbal zit. En je kan een aantal keer, mag een aantal keer meetrainen. Mm-hmm. Ja, en dan op een gegeven moment, ja, dan gaat het snel. Dan, ja, dan zit je op een gegeven moment gewoon echt alleen nog maar weer aan het vooruit aan het kijken, aan het presteren. En ja, dan ga je echt letterlijk, en ook echt letterlijk van wedstrijd tot wedstrijd. Wat betaalden ze toen? Wat waren toen, als je een contract had, hoeveel kreeg je toen betaald? Weet je dat nog? Poef, ja, gulden tijd was dat. Ja. Volgens mij, ja, ik heb het in het boek van Wes gelezen. Dat is, volgens mij kregen we iets van 75.000, 80.000 gulden toen destijds. En, ja, ja, zeg maar 35.000, 40.000 euro. Ja, kijk, en toen had je nog contract. Ik weet nog, het allereerste contract wat wij tekenen, lag je voor 7 jaar vast, dat je 5+2. En dan een eenzijdige optie van de kant van Ajax. Dat waren de contracten, zeg maar, toen. Ja, dat mocht toen allemaal, ja. Dat kon en toen, ja, dat mocht. En ja, goed, het enige wat wij hadden is dat wij willen bij Ajax voetballen. Wat ik had, ik wil Ajax 1 halen. En, ja. Dat was wel een mooi moment voor de familie en voor mij. Dat je op een gegeven moment de beloning krijgt. En dat zie ik nu ook terug. Nu als trainer bij de onder 19. Dat wordt volgend of aankomt van onder 18 gaat het heten. Als je dan die jongens, als zij beloond worden met een contract, ja, dan krijg je wel een flashback naar je eigen ja. periode toen je zelf jonger was. Want hoe belangrijk was Sjaki Zwart voor jou? Want die heeft je volgens mij sinds 15 of zo, dat je 15 was, heeft hij jou begeleid of was hij vaak bij je? Ja, nee, Sjaki heeft altijd wel een belangrijke rol gespeeld. En niet zozeer als zaakwaarnemer, want zo heb ik hem nooit gezien. Nee. Sjaki is echt Mr. Ajax wat dat betreft voor mij. En ik had hem graag eigenlijk wel in een andere rol gezien. Een beetje wat die Stefano had bij Real Madrid. Ja. Dat had ik graag gezien voor Sjaak Zwart bij Ajax. Want het is gewoon een clublegende. Sjaak is een warme man. Sjaak is puur, Sjaak is oprecht. Sjaak, er zit gewoon ook niks tussen. Of het is goed of het is heel slecht. Ja, ja. En dat zegt hij ook. Ik weet nog dat ik een jaar of 15 was dat ik bij hem kwam. Ja, en dan kwam je hem tegen na de wedstrijd en dan kwam hij gelijk met een even met zijn analyse van de wedstrijd. En als het goed was, dan hoor je het, maar als het slecht was, hoorde je het ook. Dus de puurheid van Sjaak, ja, dat kon ik enorm waarderen, nog steeds. Ja, ja. En op een gegeven moment de keuze gemaakt om bij een andere zaakwaarnemer, in ieder geval dat die mijn ging begeleiden. Rob Jansen. Ja. Maar ik heb altijd met Sjaak een warme band en contact. Ja. En, ja, dat is nu, hè, dat gaat van tijdens corona. Ja. We hebben daar bijna elke dag een bordje gebracht voor Sjaak. Ja. Maar ook laatst ga je een potje, ja, eigenlijk een positiespelletje spelen met Sjaak. Ja, geweldig. Ja, ja, dat kan niet. Ja, mooi, hè. Maar hij was ook wel een beetje bang, hè, want we zouden hem ook fotograferen. We hadden hem eerst achter het raam fotograferen. Uiteindelijk hebben we toch nog een mooie foto kunnen maken. Maar hij was wel bevreesd, hè, voor corona. Volgens mij ook voor zijn vrouw meer, hè. Ja, nou, ze hebben natuurlijk ook de leeftijd dat ze in de risicogroep zitten. Zeker. En,
Ja, nee, ik snap dat wel. En Sjaak, ja, zijn vrouw, hè, zijn allebei. Ja, Sjaak is in de 80 al. Ik weet niet hoe oud Andrea precies is, maar die zal ja, rondom dezelfde leeftijd zijn. Ja, kwetsbare leeftijd. Maar ik moet zeggen dat Sjaak natuurlijk ook wel ijdel is. Want die kon ook niet naar de kapper. Hè? Dus dat kan ook nog wel meegespeeld hebben. Ja. Hey, en je zei net iets interessants. Jij zei net van, ja, ik had eigenlijk wel een rol van zwart gezien. Zeg maar zoals die Stefano dat heeft bij Real Madrid. Want hoe heb jij toegekeken naar die revolutie bij Ajax? Ja, moet ik zeggen dat ik toen zelf nog actief als voetballer was. Ja, jij speelde bij Everton niet, toen, hè? Ja, dat ik me ook echt niet daar heel erg mee bezig hield, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Hè? Zeker met toen met Cruijff en Van Gaal. Als je gaat kijken ook bij de jeugdopleiding, hè, dat hoor je nog steeds wel eens, hoe dat toen ging. Alleen ja, ik stond daar te ver vandaan. Hoe ging dat toen dan? Hoe ging dat toen? Wat hoor je? Nou, precies de ins en outs weet ik niet. Daarom geef ik ook aan, ik sta daar echt te ver vandaan. Ik was gewoon alleen nog maar bezig met mijn eigen carrière. Mm. En ja, ik heb me daar eigenlijk ook nooit mee bemoeid. Nee. Maar doet dat dan pijn aan het Ajax hart? Dat vraag ik me altijd af. Want dat had ik wel. Dat ik dacht van, ja jongens, kom op. Je moet toch samen dat doen en niet elkaar bestrijden. Heb je ook een Ajax hart als je in Everton bent? Of als je in Madrid zit? Of mijn hart... Wat ik zeg, mijn hart heeft altijd wel heeft altijd bij Ajax gelegen. Ja, maar dan kijk je er nuchter naar? Of hoe werkt dat? Nou, het is, weet je, op het moment dat ik... als je daar bent en je hebt daar direct invloed op... of je kan daarover meepraten. Alleen, ik stond daar gewoon te ver vanaf. Ja, en, precies. Ik heb ook niet meer dan alleen de krantenkoppen... zeg maar de artikelen die voorbij kwamen, heb ik gelezen. Ja. Dus ik heb niet met mensen daar echt inhoudelijk over gesproken. Nee, precies. En het Ajax in het nu, hè, zoals het nu is... dat is echt... laat ik het zo zeggen, die indruk heb ik in ieder geval... dat heel stabiel en ambitieus en professioneel geworden. Zo komt het in ieder geval bij mij over. Ja, nee, kijk, Ajax is een gezonde club. En ik denk vooral... Ajax heeft zichzelf weer op de kaart gezet. Zeker met die halve finale Champions League. Nou ja, ze hebben natuurlijk hier en daar wel wat aanpassingen gedaan. Hè, waarin bijvoorbeeld het salarisplafond is natuurlijk aangepast. Waarin je voorheen had je gewoon, dit is het bedrag wat je kan verdienen. En Ajax wil gewoon weer structureel aanhaken met de Europese top. Nou, dat betekent ook dat je nationaal, dat je gewoon elk jaar kampioen moet worden. En Europees gezien, met die finale die we in Stockholm hebben gespeeld en dan nu de halve finale. Ja, hopelijk kunnen we die lijn doortrekken. Ja. Het afgelopen jaar zijn we weliswaar uitgeschakeld. Maar we hebben wel knap voetbal laten zien. En als de scheidsrechter een andere beslissing had genomen, had je doorgegaan. Nee, absoluut. Dat is gewoon heel belangrijk. Daar moet je Sjaak iets over horen. Die is er nog steeds woedend. Ja, ik zit vaak naast Sjaak tijdens de wedstrijd. Ja, ik had hem toen ook. Kijk, op een gegeven moment let ik alleen nog maar op Sjaak dan op de wedstrijd. Ja, precies. Maar je zei net over dat salarisplafond. Dus bij Ajax, ik weet dat toevallig is Ziyech, die zit volgens mij tegen de 5 miljoen, die is nu weg. Dus dat hebben ze enorm opgetrokken. Maar heb jij die opmerking gevolgd van Boussata? Die zat bij Voetbal Insight. Die ging een heel verhaal vertellen dat toen in 1995 de donkere spelers minder betaald werden. Maar dat is toch gewoon onzin wat hij eraan had. Dat was toen toch dat er gewoon schalen waren bij Ajax? Ja, ik was gelukkig nog te jong daarvoor. Okay. Maar er waren wel, ik weet wel, dat je inderdaad schalen had. Volgens mij was dat ABC. Ik weet het niet precies, hè, of het nou ABC heette. Maar dat was toch niet een kleur of zo? Dat men dan... Nee, dat heb jij dat ooit mee, gewoon heel eerlijk? Ik bedoel, want er wordt dus heel veel over gesproken. Ajax, zeker in 95, ongelooflijk veel donkere spelers. Heb jij dat ooit zo gevoeld, dat er sprake was van uitsluiting vanwege iemands kleur? Ik bedoel... Nee, heb ik nog nooit meegemaakt. Als je ook kijkt naar jouw lichting. Persoonlijk waar ik, bij elke club waar ik gespeeld heb ik dat nog niet meegemaakt, nee. Nee, maar wat is dat dan? Hoe ik jou in ieder geval het nummer heb leren kennen, is ook dat je breed geïnteresseerd bent. Hoe kijk jij daarna naar zeg maar die hele discussie hieromtrent? Nou, kijk, dit is iets wat zeg maar weer aangewakkerd wordt.
Ja, wat ik zeg, ik was daar toen gewoon echt te jong voor nog. Ja, ik zou de mensen bevragen die in die periode toen speelden en dat hebben meegemaakt toen. En, ja, ik weet dat bij Ajax dat je altijd te maken had met schalen. Kijk, toen ik nog speelde was het ook, als je zelf opgeleide jongen bent, dan betekent ook dat je een aantal keer je contract opengebroken moet worden voordat je, dan moet je eerst presteren, je laat het maar zien. Als een speler van buiten afgetrokken wordt, ja, die verdient in het algemeen altijd meer dan de zelf opgeleide jongens. Hè. Dus op het moment, wij moesten echt wel de beste zijn. En dat is, kijk, de salade, dat is nu veranderd. Zeker in die periode dat ik nog speelde. Maar ja, dat is ook iets. Hè. Als Ajax mee wil doen en wil haken bij de Europese top, ja, dat betekent ook dat je daar verandering in moet maken. Ik blijf altijd zeggen, kijk, als je Maldini ziet bij AC Milan, of je had op een gegeven moment Puyol of Savi, die jongens die gewoon hun hele leven voor één club speelden. Ja, als je gaat kijken, van, als je heel de heel bent, kijk, die slagen die in dat soort landen betaald worden, dat werden niet in Nederland betaald. Nee. En nu zie je ook, de salarissen in Ajax zijn ook omhoog gegaan. Dus de noodzaak om naar het buitenland te gaan is puur dan echt voor de competitie. En niet zozeer voor het geld. Want het geld kan je ook, zeg maar, als je echt goede speler bent, ook in Nederland verdienen. Ja, oké, maar als je kijkt naar Frenkie, die verdient volgens mij 1 miljoen per maand bij Barcelona. Ja, nee, absoluut. Dat is de absolute top. Hè? Ik bedoel te zeggen, de absolute top, natuurlijk de competitie wil je meten met de top. Alleen... Ja. Het kan nogal een beslissing zijn geweest dat als jij, nu praat je over de absolute top, maar ook als jij gewoon een hele goede speler bent, ja, is het salaris veel meer dan in het buitenland bij Ajax. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, want als je kijkt naar jouw lichting, je hebt echt een sensationele lichting met Brobby, met Kenny Taylor, Unovar, Sontje Hansen, Saleh Eddin, Divine Orange. Daar lopen ook best wel veel contractspanning, hè? Dus volgend jaar lopen van een aantal spelers de contracten af. Nou, hoe heet die? Gravenberg, die heeft gelukkig verlengd. Hoe kijk jij hierna? Bemoei jij je hiermee of focus jij op andere dingen? Nee, ik heb hier... ik bemoei niet mee. Kijk, als zij advies willen hebben, kunnen ze altijd vragen. En dat gebeurt ook wel. Alleen, nee, dit is iets tussen club en speler. Kijk, als je gaat kijken naar nu, hè, de jonge jongens, zoals ik het zie, is dat je bij Ajax is de ideale club voor talenten. Bij Ajax neemt namelijk risico en zeker ook met zelf opgeleide jongens. Ajax is natuurlijk ook een club van opleiden, verkopen en er zijn altijd weer nieuwe spelers klaar. En uiteindelijk is het dat is tussen speler, club. Daar wordt een zaakwaarnemer wordt daarvoor ingezet. Maar ik ga ervan uit dat er niet snel veel jongens de club zullen verlaten. Maar wat zou jij die jongens adviseren? Ik bedoel, jij hebt gespeeld bij Fulham, Atletico Madrid, Hertha BSC, noem het allemaal op. Wat is jouw advies als een jongen jou gewoon heel op de man afvraagt van Johnny, wat vind jij dat we zouden moeten doen? Deze jongens moeten lekker bij Ajax tekenen. En moeten lekker zorgen dat ze eerst selectiespeler worden. Selectiespeler, zo zie ik het altijd. Als je op de 11e foto staat, dan hoor je bij de selectie. En dan van selectiespeler naar basisspeler. Lekker eerst gewoon zorgen dat je 150, 200 wedstrijden in de benen hebt in de Eredivisie. En dan vandaan, als je daar stap naar het buitenland wil maken, dat je eerst bagage hebt. Ja, dat is voor wel de noodzaak. Dat lijkt me klinkt vrij logisch. Dat, ja. Dat zou ik altijd doen. Ja. Ga nou eerst zorgen, natuurlijk. Hè. En dat is, een mooi voorbeeld is denk ik Matthijs de Ligt. En die was 17 toen hij debuteerde. Die was op zijn 19 net zoals jij, van Ajax. Net zoals jij. Ja, maar ja, ook. Maar als je gaat kijken naar Matthijs. Is gewoon A-international Nederlands elftal, basisspeler. Ja. Heeft gewoon halve finale Champions League gestaan. Is kampioen van Nederland geworden met Ajax. Heeft de beker gewonnen met Ajax. Weet je, daar kom je toch als een andere speler kom je binnen. Ja. In dit geval bij Juventus. En dan heeft hij het nog niet makkelijk gehad in het begin. Nee. Ja, want dat is ook echt heel iets anders. De Italiaanse competitie of de Nederlandse competitie met alle respect. Of de Spaanse competitie als je dat vergelijkt. Of de Engelse competitie. Daar speel je gewoon elke week.
Tegen echt topspitsen als centrale verdedigers. En dat zijn allemaal keuzes die ze uiteindelijk zelf moeten maken. Maar als ze het mij vragen, zou ik altijd eerst zorgen dat je basisspeler wordt bij Ajax. En de kans dat je Europees speelt bij Ajax is groot, heel groot. Ja, zeker. Dus dat betekent ook dat je al internationale ervaring op kan doen. Ja, dat is voor die jongens gewoon heel erg belangrijk. Want zitten tussen in jouw selectie zit daar een nieuwe Matthijs de Ligt? Nou, kijk, Matthijs is wel een buitencategorie speler. En dat zag je in alles al. Die was ook wel echt wel volwassen al voor zijn leeftijd. Hmm. Maar er zit zeker potentie Ajax 1 spelers. Maar wie vind je echt specifiek? Ja, ik weet het al, een moeilijke vraag is om dat te zeggen. Maar zal ik een voorzetje doen? Deviano Rens? Divine Rens? Ja. Nou, kijk, Divine is potentieel... zou dat een Ajax 1 speler kunnen worden? Absoluut. Maar ook een Nederlands elfspeler. Dat is wel een vrij uitzonderlijk talent, vind ik. Nou, kijk, je hebt de lichting, zeg maar. Dat is wel de lichting die nu al met betaald voetbal mee traint. Ondanks dat ze de leeftijd hebben en dat ze nog in de A-jeugd kunnen spelen. Gaan ze de ruikers nu al aan hoe dat, zeg maar, gaat bij betaald voetbal. Alleen... Je hebt bij de lichting, zeg maar, die ook Europees kampioen is geworden met de onder 17. Ja. Nou, dat is die lichting, ja. En dat is nu aan hun om te laten zien. En je hebt Sontje Hansen, je hebt Brian Brobbey, Natje Unova, Kenneth Taylor, Divine Rens en Saleh Eddin. Ja. Het is echt een hele grote, talentvolle groep. Gaan die allemaal mee naar Oostenrijk, trouwens? Naar Zwitserland. Oh, ik dacht dat ik las dat de Ajax trainingskamp in Oostenrijk ging doen. Jij bedoelt de Youth League finale. Dat weet ik niet. Ik weet niet. Het wordt niet overlegd. De keuzes zijn nog niet gemaakt. Ik ben nu bezig met de samenstelling voor de selectie van de Youth League. Ja. Dus het gaat ook in goed overleg met betaald voetbal. Ik weet niet welke keuzes Erik ten Hag maakt, welke jongens hij meeneemt. Dat is nog niet bekend. Meldt hij dat dan van tevoren aan jou? Nee. Kijk, die jongens die nu, waar we het over hebben, die zijn allemaal bij betaald voetbal. Ja. Ja, er is nu gewoon weer een nieuwe onder 18 groep waar we mee aan het trainen zijn. Mm. En die andere jongens die mogen qua leeftijd toch in de competitie spelen waar ik verantwoordelijk voor ben. Met de onder 18. Mm. Okay, die jongens mogen nog wel spelen in de Youth League. Dan moeten we nog over in gesprek gaan. Ja, ja. Hey, even terug weer naar het interview van Bart-Jan. Ik vond het wel geestig. Hij vroeg aan jou, dat is helemaal tegenwoordig een ding, hè? Voetballers en vrouwen. Had je als voetballer veel vrouwen achter je aan? Ja. Ik weet niet. Ik moet zeggen dat... Nou, veel vrouwen. Ik denk dat als je... Laat ik het zo zeggen. Ik heb niet te klagen gehad. Nee, zeker voor de periode voor mijn vrouw. Maar ik ben al 16 jaar gelukkig met een hele lieve vrouw. Ja, nee, zeker. Nee, maar ik vond het zo, ik zat het zo te lezen en ik dacht, nou, je bent er best wel open over. Want kijk, ik weet ook nog, ik had in 2002, deed ik voor het eerst de Millionaire Fair. Nou, toen zag ik echt, daar was toen Sylvie Meijs, heette ze toen. Met Touria Hayoud, die waren echt on a hunt looking for a footballer. Dus het lijkt me ook best wel ingewikkeld voor die jongens. Dat zie je ook in die huidige generatie. Al die vrouwen die daarop afkomen, weet je, als honing, als bijen op de honingpot. Nou, als je jong en je bent vrijgezel, moet je vooral genieten. Nee, dan wel, hè? Ja, ja. Ja, ik moet zeggen dat ik 20 was, heb ik... Voor mij, wat we het over hadden in het begin, familie, dat is gewoon, voor mij is dat altijd een rustpunt geweest. Ik zie nog steeds, ik heb 3 prachtige kinderen lopen. Ja. Ja, kijk, een stabiele situatie voor iemand die moet presteren is wel heel erg belangrijk. Mm. Als je constant op zoek bent en gaat, dan heb je ook een bepaalde onrust. Uiteindelijk, voetbalcarrière, het klinkt heel cliché, maar is natuurlijk heel erg kort. Het lijkt heel lang, maar het is eigenlijk zo voorbij. Heel cool, ja, niet normaal, hè? Ja. Dus je moet ook echt leven voor je sport. En daar moet je echt veel dingen voor laten. Dat is echt een stukje discipline. Ja. En hoe stabieler je situatie is, hoe beter je ook kan presteren. Als je geen zorgen hebt, hè, dus je moet wel zorgen dat alles goed geregeld is voor je. Want ook in dat gesprek wat je had, wordt dan even een momentje uitgelicht van het WK... even nadenken, dat was volgens mij 2014 in Brazilië, met die foto's in de krant, dat jullie gewoon even lekker gezellig aan het dansen waren.
Wat doet dat met jou dan? Ja, was geen 2014 niet bij. Of 2000? Ja, dat is niet slim. Oh, 2011 was het. Ja, dat was het. Nou, dat is niet slim. Nee, maar heb je daar dan gezeur over? Dat is voor mij een afgesloten periode. Ja. Kijk, je hebt een voorbeeldfunctie. En dat is niet slim wat daar gebeurd is. En ik kan alleen voor mezelf spreken. Dat is iets wat je anders moet doen. Punt. Ja, precies. Hey, en als jij kijkt naar jouw carrière, hè, je hebt even Nederlandse elftal bewaren voor straks, maar de voetbalclubs. Waar heb je het meest genoten? In het buitenland dan, hè? Dus van Atletico Madrid tot Everton tot Hertha, Fulham. Wat was wat was de club waar je toch met het meeste warmte op terugkijkt? Ja, dat denk ik toch. Dan denk ik toch Everton. Daar heb ik een lange periode gezeten en gespeeld. Ja, dat was wel. Ja, ik denk dat ik ook daar wel mijn beste voetbal heb gespeeld in die periode. Dus ja, dat is ook. Dat zeggen ze ook. Once a blue, always a blue. Dat is ook echt zo. Het is ook echt wel een familieclub. Ja, hè? Net zoals once a red, always a red. dat zie ik anders. Ja? Dat heb ik niet meegemaakt. Nee. Ja, die periode bij Atletico was ook wel erg, erg mooi. Maar even. Dat was. Ja. Maar even, je gaat zo snel bij Everton. Hè? Hoe diep zit dat blauw en rood? Weet je, welke wijk is dan blauw en welke wijk is rood? En leg maar dat even uit. Er zit een park tussen. Dus als je stadions liggen op een paar honderd meter van elkaar vandaan. Ja. In Liverpool, je hebt de Beatles, je hebt Everton en Liverpool. En als je de Merseyside Derby is, dat bekend werd, het speelschema, dan kwamen de fans wel even vertellen welke dag belangrijk was voor hen. Ja. Ja, dat is bijna niet uit te leggen. Ik heb ook tegen Bart-Jan gezegd, dat moet je echt wel een keer gaan ervaren hoe dat is. Ja, dan staat de hele stad staat op zijn kop. Mm. En die voetbal is daar echt alles voor die mensen. En de Merseyside Derby ook, ja. Ik heb een aantal, Atletico had je natuurlijk, Atletico Real Madrid, ja, je hebt de klassieker. Ja, precies. Maar Atletico Real, als je dat vergelijkt met Liverpool Everton, hoe moet je dat vergelijken? Nou, dan is de Merseyside Derby echt een wedstrijd apart. Dat heeft echt niks met voetbal te maken. Ja. Als je in het veld staat. En dat voel je aan, dat voel je echt aan alles. Los daarvan dat ik de Premier League persoonlijk de mooiste competitie vind. En ook zeker waar ik in gespeeld heb. Dat gewoon onze masseur die we hadden, Jimmy. Die er nog steeds werkt. Die werd gewoon een week voor die wedstrijd was die zo verschrikkelijk zenuwachtig. Maar hij had op zijn kuit heel groot het logo van Everton staan. Dus dan merk je al hoe diep dat zit bij... Bij de mensen, zeg maar. En dat is... Ja, die wedstrijden ook, hè, zeker ook. Koeders hem ook, zeker. Enfield, die wedstrijd die we daar speelden. Ik heb zelfs een halve finale gespeeld in de FA Cup. Toen speelden we ook Everton Liverpool. Ja, dat is een wedstrijd. Als ik terugkijk... Ja, dat was wel een heel bijzondere... Ze waren wel hele bijzondere wedstrijden om te spelen. Want welk stadion heeft op jou het meest indruk gemaakt in jouw voetbalcarrière? Dat je echt zegt van ja, dat was het gewoon. Dat is het helemaal. Dan zou ik toch zeggen Bernabeu. Toch Bernabeu. Ja, omdat het zo hoog is. Maar ja, hoog. Ik vind dat... Die architect die dat gemaakt heeft gewoon... Het is zo groot. Het is... Ja. Ja, ik vind dat denk ik het mooiste stadion waar ik in gespeeld heb, ja, denk ik wel, ja. Maar qua sfeer, hè, ik ben er een paar keer geweest. Het is niet zo, de sfeer die je aantreft op Anfield of op andere, of bij Galatasaray bijvoorbeeld. Nee, dat is anders. Supporters zijn best wel, vind ik, mat bij Real. Ja, als ik ga kijken wat wij hadden in Vicente Calderón met Atletico, dat is echt de Zuid-Amerikaanse taferelen, zeg maar. Ja, precies. Nee, dat als je... Dus je het vraagt van het stadion, zeg ik Bernabeu. Bernabeu. En qua sfeer? Ja, qua sfeer. Maar dat heeft ook wel te maken met één wedstrijd die we toespeelden met Atletico. Ik vind dat de sfeer bij Ajax vind ik alleen maar beter worden. Maar
bij Vicente Calderon hadden we één wedstrijd. We speelden voor de kwalificatie Champions League. En dat was tegen Schalke. Een uitverloren met 1-0 in Kelsenkirchen. En thuis veegden we Schalke van de mat. En toen wonnen we met 4-0 thuis. En letterlijk, grasmat trilde gewoon onder je voeten vandaan. Mooi, hè? Ja, achter de goal met echt de fanatieke supporters van Atletico. Ja, dat was indrukwekkend. En als je dat in Nederland, zeg maar, loslaat, hè? Want jij was 17 en toen debuteerde je uit tegen Feyenoord nog wel. Wanneer heb jij ooit in Nederland meegemaakt echt dat het trilde, zeg maar, dat het... Nou, de klassiekers met fans had je dat nog wel. Ja. Maar als ik één wedstrijd die ik overigens niet speelde. Ik was in Nederland om de kampioenschaal, de 30ste, aan Ajax uit te reiken. Was toch wel die wedstrijd tegen Twente. Tegen Twente, ja. Nou, ja, dat is niet normaal. Dat heb ik. Ja, dat was iets onbeschrijfelijks. Ja, mooi was dat, hè? Dat was de hunkering was zo groot. Ja, hè? Ja, als ik eraan denk, krijg ik gewoon weer kippenvel. Die wedstrijd kon je ook gewoon niet verliezen. Nee. Mooi is dat, hè? Maar dat was ook, vond ik, in de afgelopen Champions League-serie met Ajax... Dat er ook een soort onoverwinnelijkheid in dat stadion heerste steeds. Ja, Europese avonden in de Johan Cruijff Arena zijn speciaal. Dat merkt hij ook. En dat merk je ook als speler, hè? Want, ja, maar dat is waar ik zo nieuwsgierig naar ben. Voel je dat echt? Ja. Kijk, als je nu de coronaperiode bekijkt en je ziet nu de kwartfinales die er gespeeld zijn, daar week elke uitspelende ploeg is door. Ja. Dus de fans die spelen echt een hele belangrijke rol. En zeker de thuiswedstrijden. Als je, nou goed, je zit vaak zelf in het stadion. Ja. Als je Europees, daar krijg je gewoon een stukje power, geloof in jezelf, maar ook als team zijnde. Mm-hmm. Laat ze maar komen. En dat vond ik wel mooi, zeker het jaar dat Ajax de halve finale haalde. Of het nou Bayern was, of welke club die ook op bezoek kwam. Ja, een beetje met Amsterdamse bluff, maar ook gewoon met goed voetbal. En met zelf opgeleide jongens. En dus ook wel een stukje vernieuwend voetbal. Hè. Dat was bijna pleintjesvoetbal op de helft van de tegenstander, met constant positiewisselingen. Ja. Ja, schitterend om dat te zien. Ja, en de fans ook. Hè? Die waarderen dat, die zien dat. Maar die geven de ploeg echt een hoop vertrouwen. Wat voelde jij als speler vroeger, hè, als je in die catacombe stond? Dat je dacht van ja, we vreten ze op. Hoe werkt dat? Ja, dat gaat wel. Ja, maar goed, op het moment dat je in een flow zit, dat hadden wij in 2010 ook. Of eigenlijk wel, denk ik wel, vanaf 2008... tot aan het EK in 2012 hadden we ook zoiets. Ja, ongeacht tegen wie wij spelen, wij gaan winnen. Ja. En ik weet ook nog wel, we speelden toen in de voorronde met Ajax tegen Celtic. Dat je in de kleedkamer zat. En daar kwam toen ook van de fans van Celtic. Die hadden ook dat liedje van You Never Walk Alone. Dan gaan ze ook wel met die sjaaltjes. Ja, dat hoorde je gewoon in de kleedkamer. Ja, dat maakt indruk. Ja, dat maakt indruk. Dat maakt echt indruk. Ja, wat ik zo mooi vond bij Celtic, ik was een keertje Celtic Ajax, dat ze dan, ik weet niet in welke minuut, maar dan draaien ze allemaal om. Ja, dat is kippenvel. Ja, dus de fans. Dat zijn belangrijk. Je krijgt dat ook mee als speler. Hè? Ja, precies. Op het moment dat je speelt, hè, dan ben je natuurlijk gefocust, maar op het moment dat het spel stil ligt, ja, dan kijk je ook wel even om je heen. Ja, dat zijn allemaal van die dingen nu je gestopt bent. Ja, je terugdenkt van wauw, het is wel, je hebt echt wel hele mooie dingen meegemaakt. Ja, want jij bent coach, hè? En je hebt zelf natuurlijk omgekeerd coaches meegemaakt. Jij vond zelf, geloof ik, bij Ajax Adriaans het beste. Die heeft het meeste indruk op jou gemaakt. Waarom was dat? Nou, kijk, ik vond Ten Kate ook heel erg goed. Die gaf me altijd heel veel vertrouwen. Ja, ja. Ik heb ook veel wedstrijden daar op middenveld gespeeld toen. Nou ja, ik denk dat je, kijk, Ko Adriaanse was altijd heel duidelijk, eerlijk. Zijn oefenstof was goed. Maar je houdt ook altijd een speciale band met de trainer die jou heeft laten debuteren. Ja, precies. Ook toen ik in de jeugd zat, was hij hoofd jeugdopleidingen. En in die periode dat, zeg maar, mijn ouders uit elkaar gingen, heeft hij ook voor mij veel betekend. In de zin van, ik moest vanuit Al van de Rijn komen. Ja, we hadden het niet breed. Je kwam pas in aanmerking om in het busvervoer te gaan als je in de beetjes zat. Dat zijn allemaal dingen waar hij al over nadacht en me ook zeker in geholpen heeft.
Ja. En wat was de magie dan op dat WK in Zuid-Afrika? Wat deed Van Marwijk waardoor die groepsband zo ongekend sterk was? Dat was een soort onoverwinnelijke vechtmachine. Nou, ik weet dat wij toen, toen Bert werd aangesteld, hè, sprak hij vanaf dag één over een missie. En hij geloofde ook echt dat we konden gaan presteren in Zuid-Afrika. Ik denk dat ja, we waren absoluut niet de favoriet. We hadden natuurlijk, hè, als je die generatie keek, denk ik ook een ideale mix met wat ervaring met Van Bommel en Van Bronckhorst. Wat jonge jongens die eraan kwamen, maar ook jongens die al een aantal eindtoernooien hadden gespeeld. Dus de mix was gewoon daar. En ik denk gewoon wat heel erg de duidelijkheid van Marwijk, maar denk ik ook de rollen die iedereen had. Dus iedereen accepteerde ook zijn, ja, zijn rol. Hè. Dus eigenlijk de eerste 11 waren gewoon bekend. Maar zeg maar 12 tot 23, die trainden zo vlijmscherp dat je werd constant uitgedaagd. En de jongens die erin kwamen, die stonden er ook gelijk. Of het nou Oye was in de kwartfinale tegen Brazilië of Boularus die de halve finale erin kwam omdat Van de Wiel geschorst was. Weet tegen je, dat zijn, Uruguay was dat toch? Ja, of Huntelaar die dan inviel, of Van der Vaart en Robben die natuurlijk vanuit de blessure bij die uitzwaaiwedstrijd. Weet je, er was de plekken waren gewoon, de eerste 11 was gewoon duidelijk. En, ja, het geloof dat groeide en groeide maar tijdens het toernooi, omdat wij, we speelden niet misschien het beste voetbal, maar we waren niet, zeg maar, te kloppen. Nee. Dus we waren wel stabiel en solide. En we wisten voorin met die smaakmakers en die creatieve spelers, dat wij scoren altijd. Ja. Op één wedstrijd na dan. Ja, de teen van Casillas, dat is echt, het is verschrikkelijk. Ik durf het niet eens meer te zeggen, dat kleine centimetertje. Jij pakte nog even rood, hè, in de finale. Ja, ik ging er in, even kijken, minuut 112 kreeg ik mijn tweede gele kaart, ja. Ja. Ja, want eigenlijk zijn we daar ook gewoon genaaid, hè, bij die cornervlag. Voordat dat doelpunt van die Spanjaarden kwam, daar hadden we gewoon een overtreding, was dat op ons. Nou, we hadden een corner moeten hebben. Ja. Eigenlijk vanuit die omschakeling scoort Spanje, moet ik zeggen, dat wij echt wel op een gegeven moment dachten van laat het dan maar penalties worden. Ja, gaat dat zo? Wordt dat dan ook gezegd zo? We gaan voor de penalties? Zeg je dat dan ook tegen jongens, we spelen hem uit? Nou, dat groeit binnen zo'n ploeg. En zeker, als je gaat kijken naar die wedstrijd. Nu heb je de VAR. Hmm. Nou, als we toen een VAR hadden, waren heel veel met mindere spelers op het veld gestaan. Nigel de Jong. Onder andere. Onder andere, nou ja, zeker die eerste helft waren we onszelf niet. Moet ik zeggen dat door de tweede helft waren wij de betere. Ja, zeker. Kijk, als je dat overnieuw kan doen, hè, dan had je wellicht misschien wel de bus geparkeerd in die eindfase. Ja. Het is allemaal achteraf, alleen het is het mooiste moment, maar ook tevens het moment dat ook zeker pijn heeft gedaan. Ik zei het laatst ook tegen Badjan. Op het moment dat je klein bent en je droomt over voetbal, of je bent aan het fantaseren, dan is het één ding, is de WK-finale spelen, winnen, doelpunt maken en wereldkampioen worden. Hè, dat is echt een jongensdroom. Mm. Ja, we waren zo dichtbij, alleen voor ons eindigde dan. Maar doet het nog steeds pijn? Doet het nog steeds? Want ja, we zijn nooit wereldkampioen geworden. Maar volgens mij was dat de keer dat we er echt het dichtst bij waren. Nou, dit is wel iets wat je... zeker dat het feit dat je... Ja, wat we allemaal wel beseffen is dat op het moment gewoon diegene die scoorde zou wereldkampioen worden. Dat gevoel hadden we ook in die wedstrijd. Ja, ja. Dit zijn zeker momenten wanneer er een eindtoernooi is en je wordt eraan herinnerd, dan voel je wel de pijn opkomen. Ja. Hey, en wat ging er dan 2 jaar later fout met toch wel ongeveer net zulke goede voetballers in Oekraïne? Wat ging er fout? Wesley zei, ik ga het onthullen. Hè? Ik heb dat boek gelezen van hem. Ik las het zoiets. Ja, er was geen sfeer meer. Hoe heb jij dat zelf beleefd, dat toernooi? Nou, dat toernooi waren we eigenlijk
Ik blijf wel zeggen dat als wij die wedstrijd tegen Denemarken hadden gewonnen, dan had het toernooi waarschijnlijk anders gelopen. Alleen, ja, waarbij in 2010, waar eigenlijk alle rollen duidelijk waren, had je ook te maken in 2012. Ja, waar, ik noem maar een voorbeeld. De spitspositie in 2010. De een speelde bij zijn club, de andere niet. Op de teampositie precies hetzelfde. En ja, daar heb je te maken. Misschien kan ik het nog wel eenvoudiger verwoorden. Kijk, in 2012, kijk, als je speelt, heb je zeg maar de sterren en even plat gezegd de waterdragers. En in 2012, ja, je hebt elkaar nodig. Maar je moet wel in je rol, hè, je functie moet je goed uitvoeren. En ja, misschien dachten de waterdragers al meer dat ze de sterren waren. En dat de sterren dachten dat ze de waterdragers niet zo hard nodig hadden. Ja, we waren op dat moment waren we, ja, niet een eenheid, een unit, wat we wel in 2010 waren. Dat is zonde. Ik denk dat wij dat het een gemiste kans is geweest voor de generatie die we hadden. Moet ik zeggen dat we natuurlijk wel een ijzersterke groep zaten met Portugal en En Duitsland erbij. Duitsland, ja, en Denemarken. Maar als je die wedstrijd terugkrijgt tegen Denemarken. Ja, het had gewoon 3-0 moeten zijn. Ja, kijk, die wedstrijd, als je die nog een keer had gespeeld een dag later of een week later met twee dezelfde ploegen, dan hadden we hem waarschijnlijk gewonnen. En ook die wedstrijd, ja, ik weet niet hoe vaak we het doel hadden geschoten, die bal wilde er gewoon niet. Nee, dat is ook gewoon dat factor geluk die soms een rol speelt. Maar wie waren de waterdragers wie hadden de waterdragers moeten zijn in 2012? Nou, kijk, ik denk dat als je gaat kijken naar zoals wij speelden in 2010, had je gewoon een hele, had je eigenlijk een blok van zessen. Met Van der Wiel, Matthijs en ik in het centrum, Van Bronckhorst, had je De Jong en Van Bommel. En voorin had je gewoon heel veel creativiteit. Ja. En of het nou Van der Vaart was die speelde, of Robben van Persie, Sneijder, Kuyt, noem het maar op. En in 2012 had je ook te maken met een hele andere situatie. We hadden het toernooi gespeeld. Het gaat om de vorm van de dag. Het gaat om zo'n eindtoernooi. Het gaat hoe je start aan zo'n wedstrijd. Hè, de eerste wedstrijd. Nou, in 2010 starten we ook tegen Denemarken. Was niet onze beste wedstrijd. Maar we winnen die wedstrijd wel. Vervolgens tegen Japan. En je bent gekwalificeerd. En nu was het eigenlijk voor het eerst. Want als we gaan teruggaan naar 2008. Waren we na twee wedstrijden waren gekwalificeerd. Als we teruggaan naar 2006, waren we na twee wedstrijden waren gekwalificeerd. Hè, waarin we gaan kijken naar de kwalificatiereeks. Ja, bijna elke kwalificatiereeks die wij gespeeld hebben met onze generatie, waren we of ongeslagen door, of we waren al vroeg door en gekwalificeerd. Dus het was ook wel. Ja, Je moet ook een beetje mazzel hebben, want bijvoorbeeld op 2004 was het EK in Portugal. Toen hadden jullie de mazzel dat Duitsland punten liet liggen tegen Tsjechië en dat jullie het nog recht konden trekken tegen Letland. Dus ja. ja, nee, zeker. Alleen ik denk als we gaan kijken naar zeg maar het EK 2008, Ja. waarin we ijzersterk, echt een hele ijzersterke serie hebben gehad, waar we zelfs op de FIFA-ranking gewoon nummer 1 stonden. We hebben een lange tijd hebben we ook nog op 1 gestaan. Ja. En de wedstrijd tegen Denemarken was eigenlijk de eerste keer dat we ook te maken kregen met los de kritiek, de media. Intern, dat het niet helemaal was zoals het in 2010 was, was het ook de eerste keer dat we te maken kregen met echt een teleurstelling. Het niet winnen van de eerste wedstrijd op een EK. Terwijl wij ook met de gedachte gingen van, kunnen we evenaren wat we in 2010 hebben gepresteerd? Ja, en dan is het belangrijk dat je met elkaar blijft. Ja, en die wedstrijd tegen Duitsland starten we niet zo slecht, maar we verliezen die wedstrijd wel weer. Ja, precies. Hey, en wie, wat is nou de beste spits waar je ooit tegen hebt gespeeld? Nou, beste spits is wel Lionel Messi. Ja, die Daar tikte hoef ik jou niet heel lang over. 6-1 of zo was dat, hè? Je bent wel, je houdt wel al die pijnlijke momenten al ja, terug, hè? Nou ja, pijnlijk moment. Je leert, volgens mij zeg jij dat ook wel tegen jou, jongens. Je leert toch het meeste van de pijnlijke momenten in het leven. Nou, kijk, je hebt in de voetballerij heb je meer, je hebt minder succesmomenten dan frustratiemomenten, zeg ik altijd.
Want hoe omschrijf Nee, jij... wij verloren met 6-1, ja. Ja, ik denk dat het na 27 minuten al 5-1 voor Barcelona stond toen. En we hadden echt een hele mooie ploeg met Atletico. Want Simao hadden we, Aguero, Forlan, ja, wow. Maniche, Uivaluzi. We hadden echt een geweldige ploeg. Alleen, ja, Barcelona in die periode, was een beetje zoals de Spaanse elftal. Ja, die won alles. Want als jij zelf de voetballer Heitinga omschrijft, hoe zie jij hem? Hoe kijk jij naar Heitinga? Naar mezelf kijk, is dat ik een jongen die leefde voor zijn sport. Karakterspeler, altijd tot het gaatje gaan. Die zeker na de blessureleed van 15 maanden, toch wel met, ja, op een moest zorgen dat hij altijd op het top geprepareerd was om te starten aan een wedstrijd. En zeker wel na die blessures. Hè? Want ik heb een half jaar met twee goede knieën gespeeld. Ja. En daarna is het vooral onderhouden geweest. En, ja, de vraag die ik wel eens stel, en dat is voor de rest niet heel erg relevant, maar als je niet geblesseerd was geweest, wat was dan je niveau geweest, zeg maar? Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Want dat is echt bizar hoe jij al die blessures, zeg maar, hebt overwonnen en toch al zo hoog niveau hebt nog kunnen spelen. Want je hebt ook iets gezegd over je terugkeer bij Ajax, hè? Wat je zei, volgens mij had de Boer me maar 5 keer achter laten staan. Hè? Dan had ik tenminste een kans gehad. Is dat voor jou een zwarte bladzijde of zeg je nee, dat is gewoon een geaccepteerd hoofdstuk? Nee, het is geaccepteerd. Het is alleen, kijk, op het moment dat je stopt, ga je op een gegeven moment ga je ook terugblikken. En dan ga je ook denken aan de keuze die je gemaakt hebt tijdens je carrière. Hmm. Ik had de belofte gemaakt om terug te komen. Ik heb die belofte ben ik nagekomen. Want ik vind dat je beloftes maakt, moet je ze ook nakomen. Alleen, het is totaal anders gelopen. En ik wist natuurlijk dat ik zeker fysiek, dat ik niet de John was die in 2010. Alleen ik had wel het gevoel dat ik in de Eredivisie kon spelen. Nou, die kans heb ik niet gekregen. Maar ik ben voor de rest heb ik die geaccepteerd. En alleen de keuze, daarna heb ik de keuze gemaakt om te gaan stoppen. En ik denk dat als ik niet naar Ajax terug was gekomen, had ik ook langer doorgevoetbald. Alleen, ja, ik ben wel goed gaan nadenken. Oké, ik ben terug. Het gezin is weer terug. De kinderen zitten voor het eerst Nederlandse scholen. Vrienden, familie, alles is om ons heen. Ik wilde op dat moment niet, zeg maar, egoïstisch zijn om weer het gezin mee te nemen naar het buitenland. En ben ik wel echt goed gaan nadenken. Wat wil ik? En kijk, het woord stoppen is definitief. Ja. Voor Arjen Robben dan niet, maar het is definitief. Ja, hoeveel? Ik vond het wel leuk om te lezen. Wat vind jij er? Ik vind het geweldig. Ja, echt, en, hè? Wow. Als ik het ook terug zie, lees, maar ook de periode met hem. Het is een liefhebber. Het is een topsporter. En wat Arjen Sieren was hij altijd zo gefocust was, maar ook zo bezig met zijn lichaam. Natuurlijk heeft hij veel blessures gehad, maar ja, als ik eentje kan zeggen die leeft voor zijn sport, is het Arjen Robben. En ja, ik keek altijd met bewondering ook naar hem. Want ik zag zelf ook hoeveel tijd en energie, hè, ik zelf in het onderhouden, het fit blijven. En bij hem zag ik dat ook altijd. En hij was altijd, hij kon zich, zeg maar, afzonderen van de groep. En dat vind ik zo mooi, want hij heeft een maling aan wat anderen misschien denken. Hij heeft gewoon zijn eigen plan. En dat sierde hem. En dat probeer ik ook wel eens bij de jongens. Wees anders dan anderen. En dat heeft hij, dat had hij. Ja. En los van dat hij een van de beste Nederlandse voetballers ooit is, vind ik. En met zijn kwaliteiten. Dat sierde hem vooral dat hij anders kon zijn, omdat hij hij wilde ook gewoon de beste zijn. En zeker, als je ziet, zeker die periode bij Bayern München, wat hij gepresteerd heeft. Ja, en dat hij nu weer gaat voetballen. En ik vind dat hij dat zo mooi verwoordt. Er zijn best wel mensen die zijn sceptisch. Heel veel mensen zijn natuurlijk heel
euforisch als je gaat kijken. Hij zegt het terecht. Hè? Eigenlijk is zijn. Ja, is het al af. Zijn voetballeven is eigenlijk al klaar. Is mooi, het is af. Maar dit is gewoon een extraatje. Ja, en ik hoop zo dat hij fit blijft. En dat hij gewoon goed gaat spelen in de Eredivisie. En dat hij gewoon veel plezier heeft. Want ja, dat gun je hem ook. Ja, maar hij is de man van glas is sensationeel, hè? Dat is zijn bijnaam. Maar ik heb het vermoeden, als hij een goed seizoen draait, ik denk dat hij gewoon meegaat naar het EK. Dat is wel een mooie aanval straks met Bergwijn, Depay en Robben. Ja, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Maar. Ja, maar moet je nagaan. Laat ik het zo zeggen, bij Arjan sluit ik niks meer uit. Nee, hij hè? Was ook gestopt en daar gaat hij voetballen. Ja, een beetje dik advocaat, die ook maar terug blijft komen. Nee, en maar Buffon die kiept ook nog ja, steeds. Ene, die is 42 of zo. Nee, maar moet je eens voorstellen, een aanval met Bergwijn, Depay, Robben, een middenveld met Wijnaldum, Frenkie de Jong, Donny van der Beek, De Ligt, Van Dijk. Wie gaat ons stoppen? Ja, we hebben een hele mooie lichting met een goede generatie. Ja, hè? En dan... Ja, ik hoop het, ja, maar dan nog. Ik hoop dat het het moment voor het Nederlands elftal is. Alleen ja, uit ervaring met die eindtoernooi, wat ik zeg, het gaat om de vorm van de dag. Je hebt te maken natuurlijk ook met andere Europese grote landen, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, noem maar op. Tuurlijk, wij moeten, Engeland. Ja, en wij moeten en hopelijk kunnen we een keer feest vieren. Niet als tweede, maar als eerste. Ja, hè? En wanneer wordt Johnny Heitinga trainer van Ajax 1? Weet ik niet. Ik hang daar geen tijd aan vast. Ik ben ambitieus. Maar ik hang daar totaal. Weet je, daarin gaat het ook om timing. Het gaat om geloof. Mensen moeten het in je zien zitten. En je moet het zelf laten zien en bewijzen. Ja, precies. Voorlopig heb ik enorm naar mijn zin bij de club. Ja. Voel de vertrouwen. Ik zie ook dat de mensen me echt beter willen maken. En, ja, op dit moment rij ik vaak naar de club met een grote glimlach. En op dit moment is mijn rol los dat ik mezelf wil blijven ontwikkelen. Want waar woon jij precies? In Amsterdam, vlakbij het Museumplein. Ah, oké, dus dan kan je lekker fietsen. Ja, oké. Okay. Ja, kijk, en voor mij, mijn rol is nu, het gaat om jongens opleiden. Het gaat om jongens individueel beter maken. Het individu staat centraal, ja. Zeg maar, in, bij ons. En zeker binnen een team. Ja, dat weet je. En uiteindelijk zou je, als het puur om de winst gaat, zou je wel eens andere keuzes maken. Maar voor echt het individu klaar te stomen voor betaald voetbal, ja, dan moet je je ook ondergeschikt maken aan, in dit geval, de talenten. En ja, die rol, ik moet zeggen dat ik daar veel plezier uit haal. En dat is het allerbelangrijkste. Dat je in mijn ogen altijd dingen moet doen waar je plezier in hebt. Mooi. Maar ik zou het wel leuk vinden, want je zegt dat het individu staat centraal. Ik zou het toch wel leuk vinden als Ajax de Youth League gaat winnen, zeg maar, deze zomer in Zwitserland. Ja, dat is natuurlijk ook... dat zou een unieke prestatie zijn. Ja. En, zijn jullie favoriet? Is Ajax favoriet? Nou, dat denk ik niet, want Ajax heeft nog nooit de Youth League gewonnen. Maar wie vind jij de sterkste tegenstander? Nou, kijk, Real Madrid zit, Juventus, Real, weet je. Het zijn gewoon een aantal hele sterke ploegen. Maar goed, kijk, wij nemen risico's met onze spelers. Waarin wij, jongens, hè, bijvoorbeeld even Gravenberg mag bijvoorbeeld ook nog in de Youth League spelen. Gaat die mee? Ekkelenkamp mag ook, nee, die gaan niet mee. Maar dat zijn allemaal jongens. Hè, dus als je echt puur gaat voor winst, ja, kan je een hele knappe ploeg neerzetten. Tja. En wat ik heel interessant vind, wat is natuurlijk een unieke kans voor je spelers, ga er maar aan staan. Want ook deze jongens hebben vanaf maart geen wedstrijden meer gespeeld. Ja, de eerste wedstrijd die je gaat spelen, ja, want wij spelen geen competitie meer, is gelijk kwartfinale Youth League. Tegen Midtjylland of zo, hè? Ja, de ja, Denen. Dus dat is super, super interessant hoe je talent daarmee omgaat. Ja, spannend. Nou, John, ik wil jou bedanken. Wij gaan lekker volgende week... We hebben een hele leuke onthulling bedacht. Weet jij nog niet hoe, maar dat is echt heel graag. Ja. En ik heb het blad gezien. Het is echt geweldig. Ik vind het ook heel mooi om je zo openhartig terug te hebben zien. Komt misschien ook door de goede synergie die je had met Bart-Jan.
En ja, ik verheug me erop. Verheug jij je er ook op volgende week? Absoluut, ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb het natuurlijk op de computer gezien. Maar ja, ik ben is benieuwd heel anders. Ik het echt in je handen. Ja, nee, dat is heel anders. Leuk. Oké, nou, we hebben een uurtje even lekker een beetje over voetbal gehouden, hoor. Ben ik iets vergeten of zeg je van, nou, het is wel mooi geweest? Nou, ik denk dat de rest wel in het boek staat, dan. Of ieder geval in het boek in het blad staat. Ja, precies. Heel goed. Oké, dankjewel alvast. Oké, ik zie je volgende week. Dankjewel, man. Hoi, hoi. Dank voor het luisteren naar het 1-2'tje met Yves. Dit keer met Johnny Heitinga. Bijzondere man. Wij verheugen ons op de lancering volgende week van zijn magazine. En tot de volgende keer, zou ik zeggen, bij een ander 1-2'tje met Yves.